dus een organisatie, de MIDO, Middenstand Oude Kerk. En die hadden altijd allerlei acties natuurlijk, gezamenlijk. Met name natuurlijk Sint-Nicolaas. En in 1981 hadden ze dus weer zo'n grote actie. En toen hebben ze dus advertenties met henzelf erbij en met hun medewerkers. En die heb ik hier dus allemaal opgehangen. Zodat het leuk is dat je dus kunt zien wie er in 1981 in de winkel stonden. En wellicht dat met name natuurlijk de ouderen zich die gezichten kunnen herkennen en zo. Nou, er zijn twee voorwerpen die dus heel bekend waren voor Oude Kerk. Dat was de schaats, die daar in de hoek is. Dus de Oude Kerker. En wat nog beroemder was, was het kruikjeswater. Dat was in de Waarde heel bekend. En dat was voor alles goed. Na de hand zijn er dus wat kritische artikelen over verschenen. Het heeft tot ongeveer 1980 tot 1985 is het gebruik geweest. Daarna was het afgelopen. Nou, ze zijn er dus eigenlijk hier allemaal bijzonderheden te zien over de middenstand, hun rijden en zeilen. En daar in de vitrine hebben we dus allerlei artikelen die tegenwoordig onbekend zijn. Maar daar heb ik dus beschrijvingen bij gezet, zodat iedereen weet wat het is. En misschien kan je nog wel herinneren dat vroeger de matrassen, die waren met kapok gevuld. Nou, dat kapok werd steeds platter. Nou, dan moesten die matrassen bijgevuld worden. Nou, dat kon je zelf niet doen, want als je dat zelf deed, zat je echt helemaal wit onder de kapok. Dus er waren speciale vultrechters en zo, om kapokbedden dus weer op te steken. Ja, tegenwoordig kennen we dat natuurlijk niet meer. Behalve dan als je in het leger gaat. Hè. In het leger vroeger had je dus van die beddenzakken die gevuld werden regelmatig. En dan weer, maar ja, misschien dat de dienstplicht weer terugkomt. Hè. Zoals je weet is dat op het ogenblik niet gaande om dat te doen. Nou, het leuke is dus dat we hier dus die middenstand zoveel mogelijk naar voren hebben gebracht. Niet al te oud, want dan herkennen ze de mensen niet meer. Maar op zichzelf is het, was het heel boeiend om te weten dus, hè, hoe de middenstand leefde. Ja, ik heb dat nog echt meegemaakt. Hè. De bakker die dus langs de deur kwam. En hij was niet de enige. Er waren minstens 2-3 bakkers. Enfin, die langs kwamen. De melkboer, precies één. Dan gaan we door. Dat is dus het oude verleden dat, ja, dat wij op z'n niet meer kennen natuurlijk. Ja. Ik heb hier ter gelegenheid van Open Monumentendag een expositie ingericht. Een expositie die overigens ook bij andere openstellingen van de kerk te zien is. Het is een expositie die iets laat zien over de geschiedenis, het wel en wee van deze kerk. In de kerk is een hoek aangebracht over de kerk als inspiratiebron, met schilderijen, met foto's. Er is een hoek ingericht over het orgel. Ik heb een gedeelte wat is gewijd aan de geschiedenis van de kerk in het algemeen. Er zijn archiefstukken, er zijn oude foto's van deze kerk. Maar datgene wat de meeste belangstelling heeft van veel bezoekers is toch wel dat gedeelte wat ik hier heb ingericht over het praalgraf, of liever gezegd over de beide grafkelders van het geslacht Nassau-Waleck en over het busongeluk van 20 november 1941. Ik heb hier een hele hoek over dat prachtige praalgraf met zijn rijke geschiedenis. We hebben in deze kerk 2 grafkelders gehad. De eerste kleine kelder die hier in 1661 of 1664 gemaakt is, waarin oorspronkelijk zo'n 10 mensen zijn bijgezet. Een kelder die hier is gebouwd in opdracht van Lodewijk van Nassau, een bastardzoon van prins Maurits. Prins Maurits die dit grondgebied in zijn bezit heeft gehad, evenals zijn vader Willem van Oranje. Uit de tak van deze Lodewijk van Nassau is een zekere Willem Maurits er geweest die in 1753 opdracht heeft gegeven voor de bouw van dat indrukwekkende praalgraf. Het is een kelder, een praalgraf waar 4 jaar aan gewerkt is met schitterend beeldhouwwerk waar mensen van naam voor gebruikt zijn. In de grote grafkelder zijn waarschijnlijk 6 of 37 mensen bijgezet. Dat is een enorm aantal. In de kelder kom je behalve de kisten, de fraaie kist van Willem Maurits, ook handvatten van kisten tegen, naamplaten. Op de wanden en op de zolderingen kom je jaartallen tegen en namen van mensen die er ooit eens in geweest zijn om daar onderhoudswerk te verrichten,
of schoonmaakwerkzaamheden, of om daar bij een bijzetting de kisten op hun plaats te zetten. We staan hier bij Gemaven Dood. We zijn hier op een unieke locatie. Al sinds de middeleeuwen zit een uitwateringssluis van de polder Berkenwouden en de polder Verdood. Gouwerak en Stolwijk. Dat is best een groot bemaningsgebied. Ja, sinds de middeleeuwen zit een boezem met molens. Met het water is de molens in de hoge boezem gegooid. En dan hier was een spuissluis aan de dijk. En later is men in het stoomtijdperk, sinds we zijn we hier begonnen met een stoommachine te bouwen. Zodat de molens konden vervallen. Ja, dat functioneerde eigenlijk zo dusdanig goed dat andere polders daar ook gelijk gebruik van konden maken. Middelblok, Gouwerak, andere polders hier in de omgeving werden allemaal bemalen door dit voor toentertijd krachtige gemaal. Ja, we lievelen ging de ontwikkeling door. Er kwamen er andere motoren, andere pompen. In de jaren 1950 is het elektrisch geworden. Ondertussen werd het gebouw toch al dusdanig oud en oud en oud. En kwam de landrichting in de Krimpende Waard en wat andere gemalen gebouwd, de Krimpende IJssel en Bergambacht. En toen speelde hier nog de discussie, wat gaan we in deze hoek doen? Stolwijk en Sluis of deze locatie? Uiteindelijk hebben we toch besloten om dit gemaal helemaal op te knappen. Nieuwe pompen, capaciteitvergroting, watergang hierachter aangepast. Dus we hebben heel veel maatregelen uitgevoerd. Vispasseerbaarheid was ondertussen ook een aandachtspunt. Dus we zijn bij diverse leveranciers langs gegaan wat er mogelijk was in verband met vispasseerbaarheid. Nou, en u ziet het, daar is dit uitgekomen. Vispasseerbare pompen met een capaciteit van 225 kuub per pomp. Dus we kunnen hier in totaal 450 kuub per minuut naar buiten brengen. Dus dat is wel een hele geweldige verbetering. Ten tussentijd hebben we ook het gemaal helemaal netjes opgeknapt. Nieuwe fundering eronder gerestaureerd. En nu had u net zag, de oudheidsvereniging maken gebruik van het gedeelte wat wij niet echt nodig hebben. Voor het beheren van onze taken. De historische vereniging Haastrecht hoorde van het thema Open Monumentendag in heel Nederland. En het thema is dan iconen en symbolen. En toen zijn we eens in Haastrecht rond gaan kijken. Wat hebben wij in Haastrecht aan iconen en symbolen? Ja, en dan ben je soms toch verrast. We zijn er gewoon een rondje gaan doen en daar hebben we foto's van gemaakt. En die hangen hier op de panelen. En iedereen die belangstelling heeft, kon vandaag om 11 uur met een rondleiding mee. Of om 2 uur vanmiddag, dus dat zou nog kunnen. En we hebben een klein boekje gemaakt. En dat ligt op de tafel. Daar staat dus een kleine samenvatting van die iconen en symbolen. Ja, een voorbeeldje, bijvoorbeeld interessant. Op het raadhuis in Haastrecht staat een grote bol met uitsteeksels. Nou, en niemand weet wat dat is. En wij zelf ook niet. Dus toen zijn we eens op internet gaan googlen. Maar dat noem je een goedendag of een morgenster. Dus dan een voorbeeld waarvan je denkt, als je eens gaat rondkijken in je eigen woonplaats, dat er altijd nog dingen te vinden zijn die je nooit eerder gezien hebt. Bijvoorbeeld de morgenster op het raadhuis.